Nou, ik ben natuurlijk geboren als Indische persoon en ik gebruik altijd water. En ik vind namelijk, water is hygiënischer. Ik ben hier overdag, 55 jaar getrouwd met Lena en ik gebruik zolang als ik leef. Water heb ik geprobeerd, maar er is niks voor mij. Waarom? Ja, waar alles nat. Ja. Dus ik gebruik liever closetpapier en natte doekjes dan water. Nou, ik heb dus wel eens geprobeerd toiletpapier te gebruiken, maar het lijkt net of ik mijn achterwerk niet schoon heb. Dus dan loop ik als een waggelende eend en dat wil ik dus niet. Als je kijkt naar toiletpapier, dan is toiletpapier is papier. De poriën die in het toiletpapier zitten, die zijn zo groot dat daar ook wel bacteriën en virussen doorheen kunnen. En als je dus toiletpapier gebruikt, dan komt er dus ook de fecale flora, de flora vanuit je darmen, komen ook op je handen terecht. Datzelfde gebeurt natuurlijk ook als je met water gaat schoonmaken. Dus als je kijkt naar het verschil tussen het gebruik van water en het gebruik van toiletpapier, dan kom je eigenlijk tot hetzelfde resultaat. En het is heel belangrijk dat na het gebruik van water, maar ook na het gebruik van toiletpapier, dat je je handen wast. Want daarmee verwijder je dan weer je fecale flora van je handen. Het resultaat is dat je ook schone billen zult krijgen. Dat krijg je zowel met je toiletpapier, maar ook met het water. Maar beide geven wel dat je vuile handen krijgt. En met het schoonmaken van je handen, gewoon wassen met water en zeep, maak je de handen weer schoon. Ik zorg dat mijn handen helemaal droog zijn. En wat ik nu doe, ik draai met papier dit dicht, omdat ik met mijn vieze handen dit heb aangeraakt. En als ik nu mijn hand dit had weggedaan, dan zou ik met mijn schone handen dit weer aanraken en dan zou ik hem weer besmetten. Zo is het. Nee hoor. Voor mij ruikt het lekker. Zij heeft niet gelijk. Ik heb gelijk. Tjebok is veel hygiënischer dan peper. Nee. Van mij is goed en ruikt ook nog lekker. Je mag ook nog ruiken.